Buurlanden zouden meer documentaires van elkaar moeten vertonen. Op vrijdag 13 oktober was er voor het eerst een vertoning van een Surinaamse film tijdens de 5e editie van Festival Internationaal du Film Documentaire Amazonie Caribis in Saint-Laurent-du-Moroni in buurland Frans-Guyana. Onze redactie was erbij en maakte het volgende verslag. Een zeer groot festivalterrein. Festival, het is een oude gevangenis. Hier is Festival Vivac. En Festival Vivac is een documentaire festival in Saint-Laurent-du-Moroni. Voor het eerst zal er een Surinaamse documentaire worden vertoond en daarvan maken wij het verslag. Ongeveer 150 man zitten muisstil te kijken naar het verhaal van Ida Douce. It is not the past, het is niet het verleden, werpt een terugblik op de gebeurtenissen in de nacht van 8 december 1982, waarin 15 mannen werden gefolterd en vermoord in Fort Zeelandia. Mijn naam is Raoul Dennis Kamperveen en ik ben de zoon van Roy Harop. En toen hij overleed was ik 8 jaar oud. Ik heb nooit echt bekendgemaakt dat ik de zoon van Harop ben, dus nu pas geef ik mijn verhaal. Sunil Umrao Singh ging na de vertoning in gesprek met de organisatoren van het festival. Wat we hebben gezien is dat door de reactie eigenlijk van het publiek, dat de boodschap heel duidelijk is geweest. En de duidelijkheid is van luister, zoals we, als we de lijn even doortrekken naar de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden van andere grove mensenrechten schendingen tijdens de slavernij, dat wij zulke schendingen op deze manier nooit meer kunnen accepteren en dat we op deze manier de samenleving duidelijk moeten maken dat er geen compromissen gesloten kunnen worden voor mensenrechten schendingen, of het nou heel erg overkomt of minder erg overkomt, omdat we een beetje democratie moeten hebben of meer democratie. Het is gewoon principieel dat wij de normen en waarden die deze film in zich draagt en die normen en waarden ook uitdraagt, dat we dat heel serieus moeten nemen. Festival Vivac, die begon op 10 oktober, duurde 5 dagen. Er werden ruim 70 films vertoond. De gratis toegankelijke activiteit werd gehouden op het terrein van de voormalige gevangenis, waarbij er in de buitenlucht 2 theaters werden opgezet. De voorzitter van de jury, Christian Toubira, zegt dat documentairemakers hun werk kunnen inzenden. Ook Surinamers kunnen dat doen. It's up to you if you want to send 100 documentaries you made. It's too much, of course. But if you want to send 20, because there is a selection. But a lot of other documentaries, it's possible to view them. So you have some of them who are selected, which are selected. I'm the chairwoman of the jury. So we have to choose between among these selected documentaries, but around that we can watch a lot of other documentaries. So that's what is going to happen with the Surinamese documentary. We are going to watch it. It's not in the selection, but a lot of people are going to watch it. Muriel Tjerin, die ook verbonden is aan Vivac, is ook maker van documentaires. Op het festival stond ze met een film over de muziek in Noord-Brazilië, die veel overeenkomsten heeft met de muziek in La Guyane en Suriname. In the state of Para, and the name is Terroir Para, and it's about all kind of music, but it's Brazilian music, but we understood that it's coming from the Guyanese countries, so French Guiana, Suriname and Guyana. And it's amazing how they rearrange our music over there, because they are disconnected with the rest of Brazil. The south is so far, they do not have the radio and all the stuff at that time. And now, 30 years after, all the music from Suriname and French Guiana and Guyana, you got something very special because they rearrange it. Okay, so there are parts of Suriname in there. Yes, yes, and it was a great situation when I discovered. I said, "Oh my God, it's our music!" Yeah.
but rearranged, and they did something new with, but the rhythm is still there. En intussen is het achter mij helemaal leeggelopen, maar zo net zaten er echt een aantal tientallen mensen te kijken naar de documentaire van Ida Does. En hiermee hebben we het gehad wat betreft dit verslag van het documentaire festival. De cameravrouw vandaag is Cheyenne Nadino. Ik ben Rosita Levenlang vanuit Saint-Laurent-du-Maroni, Frans-Guyana.